Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven ons land te vinden, de dikste wolken in het noorden van het land. Vandaar dat met name ten noorden van de grote rivieren op sommige plaatsen wat lichte regen of motregen kan vallen. In het zuiden blijft het vaker droog en breekt vanochtend misschien even de zon door. De wind waait stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 6 aan zee, windkracht 4 of 5 boven land. En met 14 tot 15 graden is het wel nog vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de wind geleidelijk aan iets in kracht af. De temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Het blijft overwegend bewolkt, maar het is vaak droog. En ook morgen zien we veel wolken, misschien in het zuidoosten van het land af en toe een beetje zonneschijn. Het wordt 13 of 14 graden en de wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5 vanuit het zuidwesten. Ook donderdag waait de wind vanuit het zuidwesten, 13 tot 14 graden in de middag, maar de kans op zon is groter. Vrijdag en zaterdag is het weer wisselvallig, trekt de wind weer aan tot windkracht 6 aan zee. Er valt af en toe regen, er zijn wolken, maar de zon breekt soms ook door. Ik ben Diana Boy van Weerplaza.nl.